met de hanzodagen dat ik vrij ben? Ja. Oh? Ga ik nog 3 dagen en hebben ze me ingezet. Achter elkaar? Ja. Zo. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Straks nog even over de IJsselkade en zo weer een straatje weer terug. Maar ik ga eerst hier op de parkeerplaats even wat uitproberen. Ik wil weer op slot doen. Het allermooiste aan je album, is er iets wat je, zeg maar, als je daar aan denkt van ja, dat viel me wel met trots, of ben je er inmiddels al zo aan gewend dat je alweer heel erg de baak zit te zitten met naar de toekomst? Nee, ik ben nog wel trots, maar een paar van die moment. Luisteren mensen daar gewoon naar? Ja, natuurlijk zijn die er al. Werk jij niet nog dan? Ja, dan misschien een uur te maken. Je woont er al niet meer, joh. Je woont er al niet meer. Oh, helemaal niet meer. Nee. Het was toen wel mooi met waar ik van mee. Heb je wel eens gezien trouwens? Ja, verstand hier in kant. Nee. Jij wel? Volgens mij niet. Ik weet het niet. Maar die van... Ik het niet, hoor. Het rost ook niet. Ik heb nou die andere kamper chauffeur ook gezien, dat is bij Tilburg gewerkt. Ah, nou, ken je? Dirk Boersma. Boersma. Ken je? Of, Nou. We zaten met een paar chauffeurs aan tafel van verschillende bedrijven. En hij begon te praten, ik denk dat is een kamper. Dat weer gelijk hoor. Ja, drie woordjes zitten, ik denk dat is een kamper. Ik zeg, hier kom je kamper. Ja, zeg. Dan ik zeg, hier ook dik. Ja, dat zeg ik ook. Oh, oké. Okay. Is die Dik of Dirk? Dik. Oh, wat zeg je? Hey, Dirk. Oh. Dan zeg je straks aan Dik tegen jou. Nee, ik heb mezelf wel eens Dirk voorgesteld. Oh. Nou ja, Dik of Dirk, dat is een beetje hetzelfde. Nee, dat is een heel verschil. Mijn moeder schrijft altijd Dik met een K. Oh ja? Ja. Alleen maar een K? Ja.
mag nog wel vertellen. We hebben toch van die kleine boekjes van voor een boekstudie gehad en heb je toch zo'n omhoes gekregen. Oh, van jouw moeder? Ja, van mijn moeder. Mijn moeder die zei. Ik dacht dat je van mijn moeder had. Nee, jouw moeder weet toch wel hoe jij dik schrijft. Ja, wat kan je zeggen? Nee, mijn moeder. Maar dat kan toch een reden van zijn als ze dat doen. Ik weet ook niet alles. Iemand had tegen haar gezegd dat het een CK was. Dat denk ik, want ik zie wel eens dat ze wat opschrijft in op een kalender met dik of zo en dan staat er een K. Maar ja, als duiker kun je daar absoluut in verhaal. Dat is doen. Toch? En ik moet voorrang. Daarvoor ook uitermate terughoudend geweest om de eerste dag iets op te dan zak je ze allemaal gas geven als jij oprijdt. Ja. Dan ben je nog schuldig. Ja. Terwijl je voorrang krijgt. Ernstige vijand. Wat? Ouderdom en dood. Ze gaan een keer. Celine die liep ons een keer voorbij bij de stand dan. Toen stond ik met Noralie. Maar ze Noralie, er zit iemand te zwaaien. Dus ik zat laten kijken. Oh, ik zeg, waar zit die? Toen zei ze van, ze lijkt op iemand. Ik zei, ja, ik zeg, dat is de dochter van José. Nou, zei ze van, dat dacht ik wel, want ze lijkt sprekend op José. Die heeft de hele tijd scheef gestaan.